Qatar Energy heeft een belang van 20% in het offshore blok 5 overgenomen van Chevron na het vertrek van Shell. Chevron en Paradise Oil Company, een dochteronderneming van Staatsolie, behouden elk 40%. Blok 5, gelegen 75 kilometer voor de kust van Suriname, is commercieel aantrekkelijk door lagere ontwikkelingskosten. De gekende exploratieput in 2025 gaat door en Staatsolie kijkt uit naar de samenwerking met Chevron en Qatar Energy. Politie, douane, kustwacht, openbaar ministerie en de Braziliaanse politieattaché hebben op 15 juli deelgenomen aan een sessie over de illegale handel in sigaretten en alcoholische dranken. Korpschef Brian Isaacs benadrukte de negatieve gevolgen, zoals verlies van staatsinkomsten en gezondheidsproblemen. De handel wordt gezien als een economisch delict en de basis voor witwasonderzoek. Criminele netwerken zijn geïdentificeerd en worden aangepakt. In juni 2023 heropende het streekziekenhuis Atjoni na diverse verbeteringen. Het ziekenhuis is nu uitgebreid met een huisartsenpost en biedt ook laboratoriumdiensten zoals chemie, hematologie, urine en serologie, immunologie gratis voor SZF-verzekerden. Het ministerie van Volksgezondheid stimuleert samenwerking tussen de medische zending en het ziekenhuis. Er zijn plannen voor verdere projecten ter verbetering van de dienstverlening die momenteel worden besproken. Het doel om kwalitatieve zorg toegankelijk te maken voor iedereen in Suriname.